lopen in een rechte lijn. Horen toek en toen zat er een bas in onze ruit. Ah, oh, we gaan wel rechter. Het is deze kant op, jongens. Auw, 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 auw. Oké, we komen alleen bij het volgende obstakel aan. Op het twee, één van mij. Gaat goed, Jesse? Ja. Hij zit vast. Leuke challenge, hè, jongens? Ja, heel leuk. Ja, hier tussendoor. Ik weet niet, zijn die beesten gevaarlijk? Wij komen in vrede. Allah af. Lopen we toch weer even. Zullen wij anders stoppen? Ja. Kom weer. We zijn de vies, we zijn de vies. Welkom bij een nieuwe video van de... Pakketjes! Ja, jongens, een gloednieuwe video voor jullie. Zoals jullie weten, op maandag en op vrijdag komt er een video online. Maar er is even één ding waar we het over willen hebben. Dat is over het abonneer zijn. 70% van ons is niet geabonneerd. Ja. Dus het betekent dat er nog 70% kan abonneren. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook. Want dan mis je nooit meer een video. En het is helemaal gratis natuurlijk. Als iedereen nou zou geabonneerd hebben, dan hadden wij nu de gouden playbutton gehad. Hey, maar we gaan vandaag een hele toffe challenge doen. Ik samen met Jesse en Sam, dat zijn deze twee, maar dat wist je natuurlijk al. Sam, kan jij vertellen wat we gaan doen? We gaan rechtstreeks doorlopen in een rechte lijn. Ja, rechtstreeks doorlopen in een rechte lijn. Inderdaad, we gaan op een bepaald punt beginnen. Maar we mogen niet afwijken. We hebben een marge van... Je moet 5. In de rechte lijn 5 meter. Dus dat betekent dat je wel 2,5 meter die kant of 2,5 meter die kant. Ja. Maar we moeten in één rechte lijn. Kan het zomaar zijn dat er een huis in de weg staat en dat we moeten aanbellen om te vragen, mogen we naar binnen? Of het kan zomaar zijn dat er een... Dat we op het dak moeten. Over een snelweg. Een snelweg gaan we niet doen. Nee, dat doen we maar niet. Nee. Een weg kan wel gewoon. Oké, nou ik ben heel benieuwd hoe ver we gaan komen. Denk je dat we ver gaan komen? Ik denk wel. Maar ik weet nog niet de route. Nee, ik weet ook alleen het beginpunt. Ik zal zo direct even op het plattegrond laten zien welke route we gaan lopen. Pakken? Oh ja, pakken. Nou, we moeten echt door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We moeten echt door 20 huis of zo. Ja, inderdaad. Ja, weet je wat er gebeurd was? Nou? En we hoorden toek. Kijk. We hoorden toek en toen zat er een bas in onze ruit. Nou, Jesse is er chagrijnig van, jongens. Oké, nou we gaan beginnen. We gaan wel even wat spulletjes pakken. Ik neem sowieso een drone mee. Het is handig om een bootje mee te nemen, want in Beuning heb je veel water. Ja, ik heb 5 euro. Maak me niet gek, hè. Een kauwgompje. En mijn iPod en mijn telefoon. Ja. Prioriteiten stellen. En ik heb mijn octopus. En Jesse, die is een hoedje voor de zon. Nou, natuurlijk moeten we deze camera meenemen. We nemen wat te eten en wat te drinken nemen we mee. En de plattegrond natuurlijk, want anders weten we niet hoe we moeten lopen. Nou, wat ik dus zei, we hebben een marge van 2,5 meter die kant, 2,5 meter die kant. Dus dat betekent als we bij iemand naar binnen gaan dat we niet over een bank in hoeven te klimmen. Want anders dan zou het ook weer zoiets asociaal zijn. We gaan beginnen. Oké, nou we zijn zojuist gedropt door Pip en Irem. Nu gaan we dood. En nu gaan we... Oké, nou we zijn echt in de middle of nowhere. Tenminste, er is allemaal huis hier, maar ik ken het hier niet. Nou, we zijn nu de plattegrond aan het kijken. Oh, we moeten eigenlijk hier beginnen. Ja, dat komt, want dat was al achter het huis. Dus ik weet niet hoe je er komt. Dus we beginnen even ietsje meer hiernaast. Ah, we gaan wel rechter. Dat is deze kant op, jongens. Er zijn wel brandnetels daar, dus even... Ja, weet je. Oké, nou we gaan met onze missie beginnen. We hebben lekker de korte broek aan. Heel verstandig als je hier 10 miljoen brandnetels. De doos. Ah, weg door! Oh! Het is 5 meter! Ah, dat doet pijn. Nee, kijk, hier schuin naar boven. Oké. Daar gaat. Auw! Oh, daar zijn brandnetels. Ik wil een beetje schuin uitwijken, want ik weet niet anders. Dit is het. Jesse! Nou, daar komt Jesse aan, hè? Ik zie lucht. Hij ziet lucht, jongens. Maar jongens, dit is inderdaad bij de weg. We moeten naar de weg toe, inderdaad. Auw! Ik brand het allemaal. Ik kan toch? Nee. Jesse is uitgeschakeld. Sammy zit vast. Ja. Zullen we weggaan? Weggaan? Ja. Ja, zullen we stoppen? Ah! Hoi, goedendag. Hoi. Oh, jongens. Nou, we hebben het eerste stuk overleefd. Tenminste, ik wel. Kijk, daar komt Sam aan. Auw, 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 auw. Mijn haren zitten vast aan die planten. Auw. Kijk dan. Jongens, we zijn nu al allemaal zwaar gewond hier zo. Oh. Kijk hier mijn benen. Hey, kom, we gaan verder. Oh, wacht, we missen erin. Ja. Kom niet om nog meer van dit soort planten te tikken. Oké, nou moet de weg oversteken en dan die struik weer naar binnen. Nee. Nee, we lopen zeg maar, hier schuin, dus we moeten nu zeg maar, schuin die kant op lopen. Zullen we wel aan de kant gaan voor de fietsers of moeten we dan aan de kant nee, van ons? We gaan gewoon een beetje zo. Oh ja. Oh ja. Oh ja, als we gaan rennen dan is het goed. Sam, high five. Yes, high five. Papa, high five. Oh, jongens. Oh.
Oké, nou we hebben de struik hebben we overleefd, de gans hebben we overleefd. Ja, we gaan nu hier zo. Het is hier een beetje langs deze boom heen. Oh ja. Oké, we komen alleen bij het volgende obstakel aan. Jongens, we hebben een klein probleempje. Weet je, als mensen boos worden, doe je... Rennen. Ja, ja, run. We zijn verder toch niet bekend. Kijk, er zat al iemand te kijken daar zo. Oké, we moeten dus zeg maar hier, daar is de tuin en dan kunnen we erheen. We hadden gewoon de poortje heen kunnen gaan. Zullen we even rennen? Ja, we gaan rennen. Sorry mensen, mooie tuin hebben jullie. Nog mooi. Oké, we zitten hier door de tuin heen. De jas komt er ook aan. Ja, sorry voor de sluitjes. Ah, jongens. Oh shit. Hey, we hebben het gehaald. Ja, en nu? Hier Sam, we steken nu de weg over. Ja. En nu Sam? Volgens mij moeten we naar huis heen. Nee, echt niet. Jawel, kijk, als wij komen zeg maar van die kant, de rechte lijn, dat is door naar huis heen. We moeten zo toch? Ja, dus eerder door de struiken en dan door huis. Wou je over dak of over dak? Nee. Oh ja. Yeah. Ik heb een man die zit te kijken hier. Oh, wat heb je? Kijk dit jongens. Een zwaar gewond met z'n allen. Oh ja, vallen. Je moet je opensteken naar een andere. Kijk, die hond zit je wat aan te kijken. Lukt het Sam? Half. Dit is echt Sam's idee, want dat klopt ook helemaal niet. Want wij komen zeg maar van deze kant af. En dat is zeg maar dat we hier rechtdoor moeten. Dus we moeten eigenlijk hier over de water heen. Daarheen. Maar Sam die denkt, ik ga nog even langs de brug. We hadden gewoon over de brug kunnen gaan natuurlijk. Maak wat tijd voor me vrij! Oké, nou we moeten hier het water op jongens. We gaan even pauze houden. Eén van ons hier moet even wat lekker gaan eten. En de andere moet de boot even gaan opblazen. Zo, we hadden een pomp mee moeten nemen jongens. Sneller. Maar jij bent een sneller, pomp. Ja. Schieten zo op. Schieten zo op. Papa. Ja. Opschieten. Schiet gewoon. Sneller. Nog een keer. Hou eens op, man. Ik zit alleen met één dingetje, jongens. Als ik hierin zit, hoe moeten jullie dan naar de bovenkant? Hoe gaan jullie dan? Ja, dat weet ik niet. En daar waar die fietsen staan in de verte, daar moeten we eruit. Kan je niet zo ver gooien? Kan jij zo ver gooien? Dat we gewoon rechtdoor gaan lopen. Ja. En dan hebben we één vertrap en dan moeten we ergens straf doen. Straf doen? Ja. Oké, we gaan heel even sjoemelen. Sam die gaat heel even naar huis om peddels halen, want die waren wij vergeten. En nou wonen wij hier vlakbij. Jesse die denkt zeker dat ik blijf lekker liggen, want Jesse, wat is een beetje het probleem? We zitten met een probleem. Ja, er zit blauw ogen in het water. En als je daar invalt en je krijgt binnen, word je echt heel erg ziek. Ja, en als we met de handen gaan roeien... Ja, dan krijg je allemaal rare dingen op je hand. Ja. Dus Sam die is nu, en ik moest de timer aanzetten, hij is op dit moment 32 seconden onderweg. Hoe lang denk je dat hij erover doet? Ja, hij heeft ook nog peddels nodig. En hij moet ook peddels meesleuren. Dus? 4 minuten of zo. 4 minuten? Jesse, hoeveel was de tijd? Ja, het was 3 minuten en 30 seconden. Oh, ja, maar Sammy. Eigenlijk was 1 minuut eraf. Hij stond daar wel te wachten op mama. Maar mama was een sloom. Nou jongens, de boot is opgeblazen. Sam, wat is het idee? Jesse gaat alleen. We passen nu in zo'n klein bootje. En Jesse zegt dat heel gevaarlijk is. Oh, je moet er gewoon niet doorstikken. Dus ja, en wij gaan er toch omheen lopen. Omdat we nu eens al in het bootje kunnen. Jesse opperde zichzelf op. Ik zei, Jesse... Zeg wel even tegen de mensen thuis. Ik zei, ik ga wel. Ja, papa zei, je moet liggen. Nee, ik wil er. Gaat goed, Jesse? Ja. Oh, wacht even. Jesse, wat is er? Hij zit vast. Hij zit vast. Sam, hij zit vast. Boeien. Zullen we naar huis gaan? Nee, Jesse, echt niet meer. Zullen we naar huis gaan? Ja, kom. Tot straks. Denk je nou voor ja, hoe zal dat komen? Moet jij zeggen? Je bent zelf een stinkende vis. Je bent zelf een stinkende vis. Moet jij zeggen, jij stinkt jongen. No. Oh Sam, je wordt gedist jongens. Ja, Sam pak jij touw anders? Ja. Dat is zo'n vervelend kind hè. Ik maak Sam, we duwen er gewoon in. Ja.
Ja, dankjewel, schat. Je ging maar zo. Ja. Zo leuk, die broersliefde, jongens. Echt zo lief en teder. Je pedals zijn allebei weg, hè? Ja, maar niet. Nee, maakt niet uit. Jouw schoenen zijn. Nee, 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 niet jouw schoenen. Oh, my god. Jullie hebben mijn touwtje, toch? Pak die pedal dan eerst. Nee! Ja. Rennen! Ja, rennen. Je hebt makkelijk praten, of niet? Ik weet niet of dat heel goed is voor de boot, hoor. Oh. Ja. Oh yeah. Mijn rug. Oh, zijn rug is. Rug is dat, jongens. Het is echt zeiknat. Toch nog een beetje blauwallig, hè? Oké, okay, jongens, we gaan heel even de boot verstoppen. Nee, niet dat lekker. Nee, niet doen. Oké, okay, nou hopen dat die boot er straks nog ligt. Okay. We komen daar vandaan, we moeten hier schuin lopen. Daarin, jongens. Die kippen lopen allemaal mee, jongens. Wat schattig dit. We hebben niks. Oké, okay, nou ik zal je eerlijk zeggen, we moeten een klein beetje zoemelen, want soms is het gewoon onmogelijk om in een woonwijk over het dak heen te gaan klimmen. Jesse, waar was jij nou? Bij de kippen daar. Wat was je aan het doen nog? Doe Jesse. En dan deed ik tok tok. En wat zeiden ze terug? Niks. Jongens, zo kom je nog eens ergens. Jongens, gaat goed? We zitten hier in het... Vorige keer waren het baaisdolhof. Oh, maar dit is dan geen doolhof. Dit is gewoon als we rechtdoor. Als het goed is, komen wij zeg maar op de goede plek uit. Ja, ik denk dat we goed gaan. Leuke challenge, hè, jongens? Ja, heel leuk! Weer onderhaald, jongens. En de zon schijnt volop. Het is echt mega warm. We kwamen daar uit het maïsveld. Hier lopen we rechtdoor. Hier moeten we even weer een struik in. En dan komen we als goed bij de weg uit. Zo gezellig met deze twee op pad. Zo leuk. Auw! Jongens, we proberen hier door te lopen. Wat zijn al die vlinders aan het doen? Ja, is deze op sterven? Ja, dat weet ik niet, vraag het hem. Ja, kijk dit. Is hij op sterven? Ja, lijkt wel dat hij vastgeplakt zit ergens aan. Ja, jij mag met ons mee. Kom, kom, kom. Nee. Nee. Hij gaat echt niet met ons mee. Gaat hij wel? Nee. Kom maar, mijn broertjes. Wat zijn al die vlinders? Ja. Oké. Pra, pra! Oh, ja, oh. Wat doet hij? Huh? Wat is hij aan het doen? Huh? Dan wordt hij helemaal eentje helemaal gek. Die andere zit ik echt maar te kijken van, doe eens even normaal, man. Nou, succes met je weg verder. Oké, okay, nou die challenge klopt niet helemaal meer. We kunnen niet overal rechtdoor. Voor mij heb ik dat ook wel gezet. Het is een beetje... Huh? Net zoals hier. Ja, net zoals hier. Dus we zijn een heel klein omweggetje gegaan om even hier het lekkers te halen. Oh, kijk eens even. Oké. Welke kant op? Deze kant. We gaan weer, jongens. We komen zojuist hier zo vandaan. We gaan nu hier naar boven. Ik weet dat de challenge al afgelopen is, want we zijn bijna bij de Waal aangekomen. De Waal kan je niet oversteken. We hebben sowieso het bootje erbij. En voor tweede zou het meest gevaarlijk zijn. Ja. Kijk hoe gaat het ermee? Ik moet wel in gaan vrij laten dan. Ga je hem vrij laten? Oké, okay, we gaan hier onderdoor. Niemand die het ziet, boven die meneer. Hop. Hop. Handen. Wat zit je vast aan? Au, 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 au. Hij zit nu aan te de kinderen. Jongens, we moeten die kant op, maar er zit een paard ons aan te kijken. Een beetje mooi te wezen daar. Ja, ze wow. Laten je vrij. Ja. Ja, dit is natuurlijk wel een plek. In het midden. In het midden. Vlinders houden natuurlijk van nectar. En dit is... Nee, jongens, dit is helemaal vol met nectar. Kijk dan. Het is die groot. Dit is een ja, lekker smooth. Ja, die paarden. Oké, jongens en meisjes, dit was weer heel erg tof. We zijn over de dijk heen gegaan, maar kijk eens even achter me. Ik voel me net Freek Vonk. We moeten heel zachtjes. Het zijn levensgevaarlijke dieren. Oké, okay, we moeten daar doorheen. Als we deze rechte lijn volgen,
Dan moeten we hier eens langs. Ja, hier tussendoor. Ik weet niet, zijn die beesten gevaarlijk? Kijk, als ik jou zou niet doen. Oké, nou gelukkig ben je mij niet. Even voor de duidelijkheid, dit is wel een terrein waar je gewoon mag komen, waar je tussen die beesten mag lopen. Dus niet dat jullie denken, hey, we gaan die beesten helemaal opeten of zo. We mogen hier gewoon komen. We liepen wel over het hek heen, maar als je omloopt, dan heb je gewoon een poort. Wij komen in vrede. Allah. Doe nog zachtjes. Hallo. Oh, hier gooit gewoon een bakje. Oh, dat deed ik per ongeluk. Ik doe niks. Rustig. Ik pak alleen een bakje. Oké, nou, ik heb het idee dat ze ons niet willen opeten. Oké, hey, bedankt. De groet aan je moeder. Ik vind het eng. Nou, wij lopen toch weer even. Zullen wij anders stoppen? Ja. Kom weer. Hup. Oké. Nou, hij was gezellig. Doei. Doei. Oké, we lopen heel voorzichtig lopen wij weg. We durven niet achterom te kijken. Oké, Sam niet, die rent weg. Oké, we gaan even rennen, jongens. Pak ons dan. Ha! Nou, jongens en meisjes, we stoppen met onze challenge. Even kijk, daar zie je ook mensen lopen. Land van Maas, wel vrije toegang. Dit is gewoon een normaal hek waar je heen kan gaan. Daar staan die paren. Nou, hierachter is zeg maar de waal, dus hadden we sowieso niet verder kunnen. Dus we stoppen met onze challenge. Hoe vonden jullie deze challenge? Echt superleuk. Ja? Heel blij. Maar wel vermoeiend. Ja, het was aardig lang lopen. Ja, nou, je ziet nu op beeld zeg maar, hoe we hebben gelopen. Terwijl we zouden eigenlijk in de rechte lijn gaan, maar nu zie je zeg maar, hoe we wel hebben gelopen. Het was een beetje omweg, maar wel super tof om te doen. Wij gaan er vandoor. Als mensen nog geen abonnee zijn, zeker abonneren! Tot de volgende keer! Doei!